Kuller en daarvoor dat schot van Bartolomeusen. Milt lokeren zich toch al twee keer in een paar minuten. Weer een corner met Peper. Een mogelijkheid. Het was Gokaert. Schot geblokt door Alexander Klak. Dus drie keer nu. Van over het veld Peper. Het Lokers vertrouwen groeit wat. Zit beter in de wedstrijd. Peper maakt de actie aan de rechterkant. Speelt in voor Gokaert. De hoek is scherp. Hij haalt toch uit. Hij knalt op Wim Kiekes. Karagjan is onderschept dat. Wikkelen. Worstelen. En de bal bij Da Silva. Nikolovski. Maar dat illustreerde een beetje de sfeer zoals die wat grimmiger wordt. Karagjan is met een schietkans. Schept de bal naast. De twee gezichten van Manu Karagjan is even geïllustreerd. Tweede minuut, tweede helft. Antwerpen is met nieuw bloed begonnen aan die tweede helft. Fatou Koun voor Obolabi. Smits. Koller in de weg. Gokaert. In het centrum Vonasek. En nu komt meer volk. Koller bijvoorbeeld, maar die laat de bal liggen. En dan moest Bartolomeusen het met rechts doen. Van over het veld. Koller. Karagjanis. Hij kwam snel en sterk. Vonasek. Ginder loopt een vrije man. Koen Gokaert. Gokaert. Overname Vonasek. En gepakt door Kiekens. Ik denk niet dat Marnik Sandra veel begrip zal hebben voor welk pleidooi dan ook. Welke kleur ziet Wim Kiekes? Even draaien, even kijken. En de rode kaart voor Wim Kiekes. Antwerp nog 40 minuten met 10. Hier zien we dat nog eens. Duidelijk een noodremfout van Kiekes. Severijns Karagjanis komt in de ruimte voor Fatou Koun. Mol spurten, de schrijver komt. Hij gaat tegen de grond. En strafschop zegt Sandra. Overtreding van Tony Mols of Hans de Schrijver. Bimbo Fatou Koun, de nieuwe man, gaat neer. En Antwerp mag een penalty nemen. Geel voor Hans de Schrijver, dat komt er ook nog bij. Het heeft lang geduurd voor ze zeker wisten wie die strafschop moest nemen. Het is Manu Karagjanis geworden. En het is de eerste strafschop voor Antwerp dit seizoen. Karagjanis binnen. 0-1. De tweede goal van Manu Karagjanis voor Antwerp. Tiende minuut, tweede helft. Hier komt de penalty nog eens. De schrijver geklopt. Tien tegen elf. En wat maakt Lokeren daarmee klaar? Gokaert, een te kort tikje. Nikolovski komt. Een zeer open wedstrijd met heel veel tempo is het geworden. Mooi tikje van Severijns. Nikolovski moet wachten tot Severijns er is. Schiet dan zelf en schiet binnen. De derde goal van die schitterende libero van Antwerp. Niet de derde goal vandaag, maar in het hele seizoen natuurlijk. Ze rollen het op met twee. Severijns en Igor Nikolovski. En Nikolovski schiet dan vanuit een scherpe hoek binnen. 0-2 voor Antwerp met nog 30 minuten te spelen. Vrijtrap met Marcel Peper. Gekopt door Ivan Ilic. Opgepikt door die andere nummer 2, Hervé van over het veld. Strak gepaast, Kuller niet. Gokaert wel, maar hoog over. Maar Lokeren slaagt er niet echt in om een stevige vuist te maken tegen die team van Antwerp. Klak voorlopig niet echt bestookt. Koller. Peper. Lift die bal tot bij Vonasek. Peper neemt over. Vonasek in schietpositie. Schitterende save van Klak. Hij knalde hard naar de kleinste hoek. Roman Vonasek. Maar daar deed Alexander Knak iets subliems. De tiende corner al voor Lokeren. Peper achteruit. Bartolomeusen. Dat is geen kwaaie voorzet. Op de lat. Gokaert was het. Omhaal Kuller.
Vrij trap met Karagiannis. Da Silva. Mols krijgt voordeel. Lissasi. Die van Antwerp even uit positie. Omdat Da Silva de bal verloor. En dat zijn ze niet gewoon. Peper draait die voorzet. Koller bijna. Vonasek gaat die bal nog halen. Ligt klaar voor Lissasi. En die mist de lege goal. De schrijver. Het hoofd van Vonasek. Dan voor Antwerpen Bimbo Fatokoun. Dat is een goede voor Severijns. Bal aan de voet. Knallen. Hans de Schrijver stopt die bal. Stopt die poging. Severijns rustig. Fatokoun. En weer de Schrijver. Zo is hij min of meer ook aan de wedstrijd begonnen. Met twee saves op rij. Hans de Schrijver. Maar hij is hier ondertussen ook al twee keer geklopt. Koller nog met Smits. Een zoveelste duel op het scherp van de snee. Karagiannis bij de bal. We zitten dik in blessuretijd. Daar is trouwens het eindsignaal van scheidsrechter Sandra. Omdat Antwerp veel scherper acteerde en twee keer scoorde, winnen ze met 0-2 bij Lokeren.